Het werken met albums. Een album is een collectie galleries. Dus je kunt een aantal galleries onderbrengen in een album. Hoe werkt dat? Net als bij het plaatsen van de gallery gaat het in drie stappen. Stap 1. Je gaat naar Gallery, Manage Albums. Ik maak nu een nieuw album met de naam Album 1. Album 1. Ik klik op Add. En je ziet nu in de rechterbalk Album 1 verschijnen. Ik kan Album 1 gaan vullen door middel van drag and drop. Ik ga twee galleries in Album 1 plaatsen. En ik klik op Update. Ik moet nu even een tussenstap maken. Om te zorgen dat de verbanden tussen de pagina's en de galleries goed zijn, moet ik eventjes naar Manage Galleries. En ik ga Sample Pictures 1, de gallery, ga koppelen aan Page Link To, aan de pagina waarop die staat. En ik klik op Save. Dat moet ik ook doen voor Gallery 2. Dus ik ga weer naar Manage Galleries. Sample Pictures 2 klik ik aan. En ook deze, hierbij moet ik zorgen dat de gallery en de pagina aan elkaar gekoppeld zijn. Dus ik klik hier op de pagina Sample Pictures 2. Klik op Save Changes. En alle onderlinge verbanden zijn nu goed. Stap 2 is het maken van een pagina. Ik ga een nieuwe pagina maken. En daarop plaats ik album 1. Dus ik geef hem ook de naam. Album 1. Ik klik in dit venster en op het symbooltje. Er zijn twee versies van de basisversie om een album te laten zien. En er zijn twee pro-versies. Ik klik op de pro-grid album. What would you like to display? Ik wil album 1 laten zien. En ik klik op save. Ik klik op publiceren. En net als bij het plaatsen van een gallery moet ik nu nog een stap 3 uitvoeren. Weergave, menus. En ik sleep album 1 op de goede plaats in de navigatiestructuur. En ik sla mijn menu op. Als ik nu naar de voorkant ga, dan zie ik hier album 1. Als ik daarop klik, dan zie ik die twee galleries, Sample Pictures 1, Sample Pictures 2. Als ik hier nou op klik, dan ga ik automatisch ook naar de goede pagina. En als ik terug ga, Sample Pictures 2, dan ga ik ook naar de goede pagina. Namelijk Sample Pictures 2.